Achter de auto hing een aanhangwagen vol bouwafval. Door de kapotte rem kwam de auto in de problemen. Dat betekende dat op het moment dat de bestuurder heeft geremd, de aanhangwagen tegen de personenauto is gebotst. De personenauto op de kop het water in is geduwd. En de personenauto is op de kop in de modder beland van het Stieltjeskanaal. Toen was het voor de inzittenden eigenlijk al te laat. De auto zat op de kop vast in de modder. Hulpverleners konden niets uithalen in het diepe kanaal. De bewuste rem van de aanhangwagen is een zogeheten oploprem. Die zorgt ervoor dat ook de aanhanger remt. Nou, dat werkt als volgt. De auto die zit hier dan vast. En die drukt op het moment dat de auto stopt, komt de aanhanger naar de auto toe. Deze kop die gaat naar achteren toe. En de remstang die wordt aangetrokken. Dus die gaat zo in. Onder enige druk schuift hij in en nou remt hij. Dit soort remmen zit alleen op grotere aanhangwagens waar veel gewicht mag worden opgeladen. En is van levensbelang als je plotseling hard moet remmen. Dan drukt wel dat hele gewicht tegen de auto aan. En als het misschien 1000 kilo weegt, drukt er 1000 kilo tegen je auto aan. En dat is wel heel veel gewicht natuurlijk. De politie roept eigenaren van aanhangers op om vaker onderhoudscontroles uit te laten voeren. Die zijn in Nederland namelijk niet verplicht. Maar vaak zijn er wel mankementen. De banden die zijn helemaal gaar. Verlichting klopt niet. En het is misschien best goed om zo'n aanhanger ook eens een keer te laten bekijken door een garagebedrijf of een gespecialiseerd bedrijf in aanhangwagens. Het onderzoek naar het ongeluk in Stieltjeskanaal is nu helemaal afgerond.